zijn er bij de boys? Ja, ik denk het. Maar ik ben bij. Ja, dan. Het verhaal van Jeffrey heeft al een aantal malen in de Telstar gestaan. En zeker bij hem heb ik dat gevoel ook. Hoe gaat het nou met hem? Ik heb het aandachtig doorgelezen, de verschillende artikelen. En ik was aangedaan door wat hem is overkomen. We zijn begaan met zijn familie, zijn ouders, zijn broer. Maar in de eerste plaats natuurlijk met Jeffrey zelf. Iedereen wil natuurlijk dat hij beter wordt. En als ik het goed begrepen heb, gaat hij op dit moment gelukkig vooruit. Het praten ging al beter. Zijn geheugen werd weer beter. En ook zijn rechterarm kon hij alweer meer bewegen. Mede dankzij de vele vrijwilligers, ik neem aan dat het levendeel daarvan hier aanwezig is, die hem iedere dag kwamen helpen om gerichte oefeningen te doen. Maar ja, je wil meer. Je wil natuurlijk gewoon weer kunnen lopen en voetballen en sporten. Net als al die andere jongens van zijn leeftijd. Je wil gewoon weer uit die rolstoel. En er is een behandeling in Amerika. Met een apparaat. Een gyrostim. Daarmee worden dagelijks de hersenen weer geactiveerd. Waardoor het bewegen weer beter gaat. En dat is nu precies wat Jeffrey aan het doen is. Ook vandaag is er weer een actie voor Jeffrey. De Jeffrey Fair. Georganiseerd door het koor waar Moedersnijder zingt. Vivace. Kom op mensen, er is nog maar €10.000 te gaan. Dat moet vanmiddag gaan lukken. Daarom hoop ik dat alle inwoners van Pijnacker-Nodoorn vrijgevig en royaal zullen zijn om dit bedrag bijeen te brengen. Jeffrey, je hoort het niet, maar ik hoop dat het toch overkomt. Ik hoop echt op een succesverhaal. Ik hoop echt binnenkort in de Telstar te kunnen lezen hoe je verblijf in Amerika is geweest en wat je daar, wat je gezondheid hebt bereikt. En we hopen natuurlijk allemaal dat het eindresultaat is dat je gewoon weer uit die rolstoel komt. En daar gaan we je allemaal bij helpen. Heel veel succes en maak er vanmiddag een fantastische middag voor, waardoor Jeffrey weer uit de rolstoel komt. Dank jullie wel. Dank u wel, burgemeester, voor deze prachtige speech. Daar zijn we heel erg blij mee. 3, 2, 1... Nummer 27. Dankjewel, een oranje bal. Nummer 20. Ja, ik zal het zeggen. Gaan nu verkopen voor de volgende ronde. Lijkt hem nou niet af? Oh, ik moet eerst gooien. Nou ja, bij allebei doen. Is er eigenlijk een beetje? Hele zijn leeg. De coördinatie is nog prima, hè? Heel goed. Heel goed. Nummer 23. Nummer 23. Ja, dan kunnen we nog wat drinken ook. Dankjewel. Bij nog vlees. Ja, dat dames en heren, dit was de ronde. Ja, uitdelen. Nummer 9. Oh, ja, dat is zo met z'n tweeën. Nummer 40. Nummer 40. Alsjeblieft. Er zit al een schoenlepel op bij, dan hoef je niet zo. Ja. 4 maanden met jou. Got by a friend of mine.